In onze Oudswinger blikken we vandaag terug op 1 jaar allomolotopen samen met de communitycoördinatrice Marian Kilchtermans en voorzitter Michel Dogen. Vorig jaar realiseerde de club heel wat op sociaal gebied. Blauw-Zwart ondersteunde heel wat goede doelen, met als hoogtepunt de vriendenmatch tegen de Rode Duivels voor de slachtoffers van de watersnood. De voetbalkraks voor kinderen die bij normale clubs uit de boot vallen, konden zich weer een heel jaar uitleven op de velden van Jan Breidel. En er werden grote projecten opgezet, zoals de computerlessen en de Club Brugge Cup, waarbij heel diverse doelgroepen werden bereikt. Ik kijk er eigenlijk met een brede glimlach op terug. Het was eerst en vooral heel fijn, maar ook heel druk. Het was eigenlijk een proefjaar waarin we konden zien wat het allemaal inhield, wat we allemaal konden doen, welke contacten we konden leggen en zo verder. En op die manier kunnen we ook alle pijnpunten een beetje beoordelen. En het is dan de bedoeling dat we daar volgend jaar op die pijnpunten dieper gaan inwerken en op die manier nog grotere en meer projecten kunnen doen. In de voorbije jaren vervulde Club Brugge zeker en vast een sociale taak. Maar sinds Olomolotopen is er toch al heel wat veranderd. Het is zo dat het nu veel meer gestructureerd verloopt. Dat we daar mensen speciaal voor in dienst hebben die alleen daar nog mee bezig zijn. Vroeger was dat incidenteel, dat was eens hier iets, dan een keer daar iets. Maar nu is het werkelijk volledig gestructureerd. Dus ik denk dat dat zeer goed is qua organisatie. En dat het ook de beste voorbode is voor de toekomst. Want we willen in die optiek verder werken. In haar eerste jaar als communitycoördinator werd voor Marian nog maar eens duidelijk welke belangrijke rol voetbal kan spelen in het leven van mensen. Ik ben vooral verschrokken van de kracht van een speler. Dus mensen die dikwijls naar niemand luisteren, maar als er dan ineens een speler voor hun neus staat, hun held, die hen iets verklaart, dan gaan ze dat meestal ook als waarheid aannemen. En anderzijds ben ik ook heel erg geschrokken van de kracht van het merk Club Brugge. Dus enkel het logo dragen op zich maakt dat mensen zich kunnen thuis voelen bij de familie. Het community project heeft ook als doel om mensen die het wat moeilijker hebben te helpen. Op dat gebied was vorig seizoen zeker een voltreffer. Als we alles bijeenkijken, hebben we toch via Club Brugge of via het schenken van materiaal of gesigneerde ballen of aanwezigheid van spelers kunnen zorgen dat we voor een verschillend aantal goede doelen toch ongeveer zo'n 150.000 euro hebben opgebracht voor verschillende instanties. En dat op zich maakt ook weer eens dat we zeker kunnen zeggen dat het merk club en aanwezigheid van spelers tot een grote bijdrage kan leveren, niet alleen voor club zelf, maar ook voor andere instanties. Dit seizoen hoopt Club verschillende sociale projecten op poten te zetten. Ze zijn dan ook volop bezig met het schrijven van een dossier dat eind september zal ingediend worden bij Open Stadion VZW. We willen daarin meer diepgaandere projecten doen en ook bredere projecten die we ongeveer rond de 1,5 maand zullen uitwerken. Dus op die manier kunnen we ook naar een bepaald project toeleven. En het is ook de bedoeling van het tweede jaar van Allomolotopen ook allerlei doelgroepen aan te spreken die we misschien in het eerste jaar nog niet hebben aangesproken. Ik denk dan bijvoorbeeld aan kansarmen, aan thuislozen, aan gehandicapten en zo verder.